Ik ben er dus achter gekomen dat ik geen Nederlander was toen ik vanuit de Molukse wijk in Deventer naar een Nederlandse wijk ging verhuizen. We moesten ons melden bij de vreemdelingendienst en als kind kreeg je dan te horen, als je kattenkwaad had uitgehaald, dat je op een vliegtuig werd gezet. Ik was Molukker bij mij aan de deur komt, dan schiet ik voor zijn kop. Ja, ze hebben geflikt om onze kinderen niet te doen. En van kinderen moet je afblijven. Zo simpel is dat. Nou, de gijzeling. Draaide mijn leven eigenlijk vooral om de gijzeling. Ik heb er 30 jaar niet over gesproken. Dat was mijn leven. Nou, en wist ik ook niet beter hoor. Eigenlijk heb ik niet geleefd. Ik had heel graag gelukkig willen zijn. Nu nog. Ik wil het ook wel anders, maar ik kan het gewoon nog niet altijd anders. En de gijzeling verdween als water in zand. En wie zijn mond hield, hoorde erbij. Ik werd echt vervelend gevonden als je erover begon te praten. Maar daaronder zat nog iets anders dan ongemak. Woede en angst. Zo hopeloos onmachtig ben je als er iets met je kind gebeurt waar je niet bij komt, waar je niets tegen kunt doen. En als je er toen niks mee kon, hoe moet je dan nu een manier vinden om er wel iets mee te kunnen? Voelde onmogelijk. Er stonden militairen hier, langs het grasveld. Schouder aan schouder, gewapend. En wij stonden net te kijken. Pas aan! Als ze naar ons schieten, doen ze dat maar. Toen zei mijn schoonvader... En wij hebben voor jullie gevochten. Opeens stonden ze tegenover je. Onze vaders huilden. En toen hoorde ik het verhaal van de andere kant. Over de tweespalt die er heerste in de Molukse wijk. Over vrouwen die eten verzamelden en ondanks veel verzet op brachten naar de kinderen. Moeders die naar school gingen en riepen de kinderen moeten eruit. En dat heeft mij zo goed gedaan. Dat ik zag dat zij er ook verdriet van hadden. Dat zij begrepen hoe het voor ons geweest moest zijn. Het was bevrijding. Gedeeld leed maakt het mogelijk om iets te begrijpen van elkaar. Als mens kun je elkaar dan weer terugvinden. En zo hoort. Iedereen moet verder met zijn leven. Iedereen wil ook verder met zijn leven hier in Bovensneeuw. Iedereen wil zich hier thuis horen. En dat gevoel van hier thuis horen en hier thuis voelen, dat gevoel, dat wil ik aan mijn dochter meegeven. En als ik nu naar buiten kijk, naar de brink, en ik zie hoeveel plezier het geeft aan de ouderen en aan de kinderen, dan zeg ik ja. Na 37 jaar braak gelegen te hebben, is het anders.